Tommy, 1 punt erbij voor FC Twente. Vrouwen, jullie hadden er heel graag 3 willen hebben, misschien wel moeten hebben. Ja, moeten hebben. Dat is heel duidelijk. Als ik terugkijk op de wedstrijd, was het vandaag winnen en misschien de competitie nog een keer spannend houden. Zo is het eigenlijk duidelijk wie de eerste plek dit jaar haalt. We hebben niet meer de mogelijkheid nu nog daarvan te praten dat wij het worden of dat wij nog grote kansen daarop hebben. En dat moeten we accepteren. Duidelijk voor ons is dat we het niet in deze 2 wedstrijden tegen Ajax verloren hebben. We hebben het gewoon in de competitie in wedstrijden tegen PEC Zwolle, in wedstrijden tegen Telstar liggen laten. Waar we gewoon belangrijke punten niet halen. En daar loop je nu achteraan. En je ziet gewoon bij deze topwedstrijden tegen Ajax, daar kan het alle kanten op gaan. Daar kan de ene met 2-1 winnen of de andere. Of het wordt even 2 keer gelijk spelen. Dat is nu gebeurd. En we hebben het nu te accepteren. Het helpt niks. Zo is de situatie. De speelsters van Twente zeggen altijd, wij weten hoe we met druk om moeten gaan. We hebben dat al zoveel meegemaakt. Hoe was dat dit jaar voor deze wedstrijd? Ja, voor deze wedstrijd, als je 2 keer gelijk speelt, denk ik, hebben we niet zoveel fout gemaakt. We waren aanwezig, we hebben geprobeerd kansen te creëren. In deze wedstrijd vandaag misschien ook dichter aan de 2-1 als de andere kant. Meer voetballend actief. Maar ook duidelijk dat Ajax niet moet in ieder geval. Ze kunnen ook afwachten, ze kunnen gewoon op omschakelmomenten hopen. Dat komt even erbij. Maar aan de andere kant kan ik nu niet zeggen dat we de moment niet gepakt hebben of niet pakken willen. We hebben alles daarvoor gedaan. En duidelijk is dat we dat in deze moment niet altijd beslissen kunnen. We hebben andere momenten gehad in de competitie die we gewoon te makkelijk weggeven. Jullie leken wel een beetje nerveus in het begin. Want begin, eerste kansen, Ajax kort. Ja, maar dan breek ik de wedstrijd weer helemaal op. De eerste 10 minuten zijn wij denk ik even de betere ploeg. En dan geeft het zo 15 minuten, daar is Ajax de betere ploeg. Dan pakken we het eigenlijk weer op. Dat gebeurt in de topwedstrijd altijd weer. Dat je momenten erbij hebt, daar kantelt dat de wedstrijd gewoon even. Dan wil ik niet zeggen dat we van begin aan niet in de wedstrijd waren, nee. Tweede helft pakken jullie het veel beter op, hè? Ja, duidelijk. Ook daardoor dat we gewoon meer balbezitmomenten creëren. Oplossing op dat hebben wat Ajax doet. Maar ook even erbij dat Ajax afwachten kan. Ze moeten niet, wij moeten. Dat zorgt gewoon ervoor dat zij ook even iets meer op omschakeling gaan. Heeft dan in deze wedstrijd ook mee te maken. In hoeverre is het idee die tweede goal, die maken we nog wel? Ja, daar gaan we voor. We hebben de laatste 10 minuten dan nog een keer gewisseld. We hebben nog een keer geprobeerd te forceren, nog een keer alles eruit te halen. We hebben ook nog halve kansen, maar scoren niet. En als je 4 keer achter elkaar de eerste plek haalt, dan is het ook duidelijk dat het dichterbij komt dat het misschien 1 keer niet wordt. En misschien hebben we dat dit jaar gewoon te accepteren. Maar 5 keer gespeeld tegen Ajax, 5 keer niet gewonnen. Kun je dan zeggen, we zijn eigenlijk niet opgewassen tegen Ajax? Als ik de wedstrijd zie, dan geeft het gewoon verschillende wedstrijden. De eerste wedstrijd was de enige waar Ajax gewoon de betere ploeg was. De tweede wedstrijd is weer een gelijkspeel met 2-2 waar wij absoluut de baas zijn en eigenlijk de overwinning meenemen moeten. En dat is gewoon dat. In bepaalde momenten pakken we gewoon te weinig punten. Niet alleen tegen Ajax, ook tegen andere ploegen. En daar hebben we mee te maken. Als ik vandaag ook de wedstrijd zie, dan kunnen we de wedstrijd ook nog winnen. Het is niet zo dat Ajax in de wedstrijd tegen ons nu de echte eerste plekken haalde. Nee, dat waren gewoon andere wedstrijden die dat beslissen. Dus nog weinig hoop dat jullie toch nog gaan halen. Heb je toch een mooi seizoen gehad? Of kan dat niet als jullie geen prijs pakken? Ja, eerst is het even, het ligt niet meer aan ons. Het is gewoon nu Ajax. En Ajax moet heel veel fouten maken dat het voor ons nog een kans geeft. Misschien verliezen ze volgende week, dan wordt het nog een keer even spannend als wij dan winnen. Maar het is wel niet zo realistisch. Als je het niet haalt, heb je dan toch een mooi seizoen gehad? Of? Ja, als ik daarnaar kijk. Als we over momenten spreken, hebben we ook de eerste overwinning in de Champions League gehaald. We hebben mooie momenten ook daar gehad. We hebben ook niet alles heel slecht gedaan als je de tweede plek haalt. Wij hebben ook een goede seizoen gespeeld. Maar Ajax op dit moment gewoon nog iets constanter. Daardoor worden ze waarschijnlijk eerste.